Nou, we krijgen nog een cadeautje. Oh, we krijgen de Pokédex. Lekker. Eindelijk hebben we de Pokédex. En we hebben tot nu toe 7 Pokémon gezien. We hebben er 4 gevangen. Yo, Nintendo fans. Welkom bij aflevering 3 van Pokémon Legends Arceus. Arceus. Bedoel ik. Wij gaan nu leren hoe je zelf pokeballs moet maken. Dat is best wel cool. En dat gaat Akari voor ons doen. Die zegt, nou, ik ben al heel ervaren. Laat het me je uitleggen. Craften betekent iets maken met je beide handen. Ja, joh, dat wist ik al. Wist jij dat ook al? En vind je deze serie vet? Doe duimpje omhoog. Doe desnoods 2 duimpjes omhoog met allebei je handen. En vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten, want dan mis je geen enkele video. Ja, dan gaan wij even kijken hoe we dus met onze beide handen een pokeballetje moeten maken. Let's go to the craftworks. De basis van het craften. Dat is wat we gaan leren. Daarvoor moeten we weer naar buiten, denk ik. Ja, want we moeten dus naar de craftworks. Dat is blijkbaar een ruimte of zo. Een huisje. Zo, wat een mooie stad is dit. Hé, we komen weer iemand tegen. Dit is Ante. En die zegt, je hebt je plek verdiend in ons team. Goed gedaan. Mijn naam is Ante. Ik ben de lokale kledingverkoopster. Krijgen we nou nog meer kleren? Krijg de kleren. Dat is een beetje het motto van de afgelopen 5 minuten. Een kimono en trousers. Broekies. Nou, leuk man. Dankjewel. Tot de volgende keer. Misschien koop ik ooit nog wat bij je. Oké, dus die kant op naar de Craftworks. Daar. Ik vind het wel fijn dat er continu zo'n dingetje boven staat. Dan weten we gewoon precies waar we naartoe moeten. Dat is heel nice. Nou, de meneer van de Craftworks, die kijkt ook al boos. Of misschien is die gewoon oud. We kunnen de werkbank hier gebruiken. Zo, dit is wel behoorlijk basic werkbankje. Ja, heel veel dingen zijn basic hier in Jubilife Village. En we krijgen de materialen om de pokeball te maken van haar. Dus let's go. Oh, kijk, we hoeven hier alleen maar een pokeball te selecteren. Blijkbaar hebben we van allebei al 20. Dus we kunnen letterlijk echt... We kunnen gewoon 20 pokeballs even maken. Hartstikke idee, jongen. 20. Wat nou 1 pokeball maken? Helemaal niet. Ik geef gelijk 20. Hoppakee. Weer een missie gehaald. Leventon, die staat ook weer zo van achter zo over mijn schouder mee te kijken. Jij deugt niet. Jij zit gewoon te spieken, hè? Stiekem is hij gewoon alles van ons aan het leren. Goed gedaan. Ik kan niet geloven dat dit de eerste keer is dat je zoiets hebt gedaan, mijn jongen. Nou, we krijgen nog een cadeautje. Oh, we krijgen de Pokédex. Lekker. Eindelijk hebben we de Pokédex. En we hebben tot nu toe 7 Pokémon gezien. We hebben er 4 gevangen. Maar we moeten dus elke Pokémon vangen. Betekent dat je misschien de starter Pokémon straks ook gewoon kan vangen? Want ik bedoel, normaal gesproken heb je 2 versies. Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl. Dan moet je met elkaar ruilen. Nu is dat niet. Zou het dus betekenen dat jij Cyndaquil, Oshawott en Rowlet op een gegeven moment in het wild gaat tegenkomen? Waarom is de research level nog 0? Ik heb hem toch gevangen? Oh, kijk, oké. Ja... Ja, kijk, blijkbaar moet je Cyndaquil dus 5 keer vangen om tot een bepaald level te komen. Aha, dus dit zijn de opdrachtjes die je moet doen om de Pokédex te vullen. Dus alleen vangen is niet genoeg. Je moet er 5 vangen, je moet hem 15 keer Ember laten gebruiken, 15 keer Quick Attack en allerlei andere moves nog. En je moet er ook eentje evalueren. En dan pas is de Pokédex, denk ik, gevuld voor Cyndaquil. Dit is wel nieuw, dit is leuk. Het mag duidelijk zijn dat dit echt een hele andere type Pokémon game is. Echt, ja, ik vind het wel leuk tot nu toe. We moeten weer terug naar de Fieldlands Camp. Want Lavender meneer gaat ook daar naartoe. En dan kunnen we daar dus waarschijnlijk een beginnetje gaan maken met de Pokédex te vullen. Pompidom, pidom, pidom, pidom. Lalalala. Oh, Beauregard, die zegt, hey, ik excuseer mij, maar ik heb wat gehoord. Ga je naar Fieldlands Camp? Wil je een request doen voor mij? Ik moet hier blijven staan, want ik kan mijn post niet verlaten. Maar ik zal bij de headquarters zijn als jij het erover wil hebben. Oké, ja, wat wil je dan? Er is een Pokémon genaamd Wurmple. Die ken ik wel, ja. Nou, ik was met professor Leventon aan het praten. En een Pokémon kan evolueren als die heel veel experience heeft. En je kan dus nu zelf kiezen wanneer je een Pokémon wil laten evolueren. Dus hij gaat niet per se vanzelf meer, bijvoorbeeld, of level 16. Je moet gewoon in een menuje kijken. En dan kan je ze dus af en toe de optie evolve zien staan. En dan kan je hem dus zelf evolueren. In plaats van dat je, ja, dat het automatisch gebeurt. Dat is wel vet. Hij wil dus een Wurmple hebben en die laten evolueren. Dus we moeten eigenlijk voor hem een Wurmple vangen. Nou, dat is goed. Als ik een Wurmple tegenkom, dan zal ik hem voor jou meenemen. Oh, hier, deze heeft ook nog een request zo te zien. Dit is Toshi en die zegt, ja, Shinx zijn oren. Die hebben een beetje vreemde tekens aan de binnenkant. Hij kan het zich niet herinneren. We moeten een Shinx laten zien. Ja, is goed, man. Ik heb een Shinx.
Hier, kijk, level 3, Shinxie. Leuke Pokémon, hè? En dan zeg je, oké, laten we even naar zijn oren kijken. Nou, draai je maar gezellig om, Shinxie. En hij zegt, dat is het. Een patroon van een geel kruis, een beetje als een ster. Oh, ik vind het echt tof. Dit is zo'n andere Pokémon game. Ik word hier echt heel enthousiast van. Nou, deze request hebben we gehaald. We krijgen er 3 potions voor, dus je wordt ook nog beloond. Hier is nog een mevrouw die wil ook een requestje doen. En die wil waarschijnlijk een Starly zien. We moeten alles uitvinden over Starly. Dus oké. Ze moeten haar geen Starly laten zien. Maar als Starly in de Pokédex staat, dan moeten we terugkomen naar haar. Dus dan moet je dus bijvoorbeeld 15 keer een move laten doen en er 5 vangen en er misschien evalueren, et cetera, et cetera. Dit is super leuk! En dat is dan ook de vraag van de dag. Welke vinden jullie toffer? Pokémon Brilliant Diamond the Shining Pearl of Pokémon Legend Arceus? Laat het weten in de comments. Alright, we gaan weer terug naar het kampie waar we de eerste keer ook naartoe zijn gegaan om daar dus Starly, Shinx en Bidoof te vangen. En de professor heeft hier nu waarschijnlijk allemaal nieuwe opdrachten voor ons. Nou, fijn dat je meekomt, professortje. Die zegt, nou, zullen we maar beginnen? En die begint nu dus inderdaad uit te leggen wat ik net heb verteld over de tasks in de Pokédex om je Pokédex compleet te maken. Kijk, hier laten ze nog een keer zien. Dit zijn de dingen die je allemaal moet doen. Specifieke taken. Oeh, en als je dus Pokémon in het wild wil vangen, dan zie je dus ook hoe ver je bent met al die taken. En als je dat dus doet, dan krijg je researchpunten en dan ga je hoger, dan word je hoger in rank. Krijg je nog een laatste advies van Akari. En die zegt, als een Pokémon jou aanvalt, ja, dan moet je dodgen alsof je leven ervan afhangt. Dodgen? Hoe dodge ik dan? Akari zegt, hup! Kijk, zo dodgen. Ja, dat zag er goed uit. Soepel, Akari. Ja, dat doe je goed. Ja, zij is dus ook door een Shinx aangevallen die Thundershock op haar hoofd deed. Oké, ik weet nog steeds niet hoe ik dodge. Oh, zo. Door de I-knop in te drukken. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Nou, ik ga even wat wijsheid van het Survey Core met je delen. Als je op ZL drukt en daarna op pijltje naar beneden, dan zie je welke taken je nog moet doen. Voor die Pokémon. Bijvoorbeeld, voor Bidoofy. En Akari zegt, ja, het is niet genoeg om er 1 te vangen. Je moet er 4, 5, veel meer vangen. Nou, we kunnen ook itempjes gebruiken om ons te helpen, maar dat is denk ik bij Bidoof niet echt nodig. Oké. Het is maar goed dat ik 20 pokeballs heb gemaakt, want die heb ik echt keihard nodig, denk ik. Bidoofy! Ja hoor, lekker. Nou, als ik nou pijltje naar beneden druk, dan kom ik in het Pokédex zelf. En dan zie je bij Bidoof inderdaad dat ik er nu 2 heb gevangen. Laten we er gewoon nog een paar vangen. Kijk, daar zijn er nog meer. Dus als we nu op die Pokémon richten, en dan wil ik dus nu pijltje naar beneden, maar dat... Dat lukt nog niet helemaal. Nou, weet je wat? Ik pak er gewoon nog 1. Jee! En dan kan ik er gelijk nog 1 pakken. Wat ziek idee. We gaan snel, jongen. Lekker. Ik heb wel echt onwijs veel Bidoofs in mijn team nu. Akari, ik heb ze allemaal gevangen. En ze zegt, ja, vergeet niet om je Pokédex te openen om de taken te zien. Oh, we moeten ZL indrukken. Oh, oké. Ik vergat dus om ZL in te drukken. Ik dacht gewoon ZR en dan... Nou, maar oké, ZL. Nu moeten we door naar de Starlies. En Akari zegt, ik wacht in het kamp en als je klaar bent, kom maar terug. Dan gaan we richten. Drukken we ZL. Oh, kijk, nu... Ja, en dan zie je dus hoe moeilijk het is om die te vangen. En dan ga je gelijk... Als je op pijltje naar beneden drukt, naar de Pokédex. Oké, ik ga deze Starly proberen te vangen misschien. Nee, we gaan toch voor deze Starly. Let's go. En dan gaan we nu heel snel voor deze Starly. Ja, nice. Kijk me gaan, jongen. Heerlijk snel. Kijk, je ziet dus bovenin dat ik nu wat taken heb volbracht. Hoppakee. Starly, kom maar, jongen. Ja, tot nu toe gaat het vangen allemaal wel soepeltjes. Top. Hier. Let's go, Cyndaquil. Pak hem. Hoppakee, fight. Amber. Yeah, let's go. Dan gaan we Shinx diepen. Oh, je kan hem nog een keer aanvallen. Shinx doet quick attack. Nee, laat mijn Cyndaquil met rust. Oh nee, hij doet nog een quick attack. Gast. Oké, doe jij ook quick attack, Cyndaquil. Beam. Top. Ik wil hem vangen. Ik wil hem vangen. Ik wil hem vangen. Hoppakee, pokeballetje erop. Shinxie Winxie. Jij bent van mij. Hoop ik, tenminste. Ja hoor, lekker. Ja, het voelt echt een beetje als een Monster Hunter game voor mij. Best wel cool. Mijn Cyndaquil is ondertussen al level 8. En ik heb een taak volbracht wat betreft quick attack. Oké, laat me even checken wat we allemaal voor Bidoof moeten doen. We moeten er heel veel vangen, 25. We moeten een aantal zware Bidoofs zien te vangen. We moeten er een paar verslaan. En er zijn verschillende vormen van Bidoof. En die hebben we blijkbaar al gehaald. Of tenminste, we hebben er 2 en we moeten er eentje evalueren. Ik ga even mijn Cyndaquil tegen deze boom aangooien. Dan mag hij even wat berries eruit plukken. Dankjewel, Cyndaquil. Oeh, kijk. Daar is een Whizzle. Of een Floatzel. Een van de 2. Wat zijn dit trouwens voor dingen? Kan jij me uitleggen wat dit voor steen is? Hij zegt, ah, je kan je Pokémon deze stenen open laten maken. En daar zitten Tumblestones in. Oh, dus ik moet ook gewoon mijn Cyndaquil hier tegenaan gooien. Cyndaquil, maak het kapot. Lekker. Oeh.
Let's go! Ja! Oké. Come on! Blijf erin! Yay! Buizel! Lekker! Ja, die wil ik dan natuurlijk in het team doen. Wat als ik nu... Dat zal waarschijnlijk nog komen. Maar misschien kan dit nu nog niet. Ik denk ook dat ik even een potion moet geven trouwens aan Cyndaquil. Want die is net behoorlijk hard geraakt, zo te zien. Misschien kan ik Buizel pas in het team doen op het moment dat ik weer terug ben in het dorpje of zo. Yo, Akari! Ik heb allemaal dingen gedaan! Oh, kijk, ze zegt, ja, hier kan je Buizel vinden. Buizel is agressief. Ja, ik snap het. Maar hij heeft mij niet gezien, jongen, net. Hij heeft mij niet gezien. Ik heb hem gewoon gevangen. En we moeten dus uitkijken dat hij mij niet aanvalt. Oeh, maar er is een specifieke taak voor Buizel. Daar moeten we een move zien van hem. Dus we moeten nu even gaan battelen met Buizel. Ik vind... met wie ga ik battelen dan? We gaan met Shinx battelen. Yo, Buizel. Hier. Shinx. Let's go. Shinx, heb je al Thundershock, jongen? Ja, lekker. We hebben Thundershock. Oh, maak ik hem in één keer kapot? Nee, dat niet. En we hebben hem paralyzed. Ik denk alleen niet dat hij nu zijn move gaat gebruiken. Dus ik denk dat we die taak eigenlijk nog niet hebben gedaan nu. Oeps. Mijn Shinx is te goed, jongens. Ja, dit is wel leuk, hoor. Dit is wel echt heel anders Pokémon spelen. Oké, laten we even de Pokédex kijken. Waar is Buizel? Hier. Hij moet dus een keer Aqua Jet doen. Er zijn er nog meer Buizels. Is daar nog een Buizel of was het een Bidoof? Wat is dit trouwens voor plantje? Oh, dit is een medicijntje. Volgens mij is dit een Bidoof. Ja, Bidoof. Oh, ik mis weer. Oh, ik mis nog een keer. Hier, Bidoof, kom nou. Oh, hij is eruit gegaan. Oké, doei, Bidoof. Oké, Buizel, let's go. Nog een battle. Buizel doet quick attack. Nee, je moet die water move doen. Je moet niet mij... Potverdorie, man. Nee, doe nou die water move. Doe aqua jet. Oké, ik ga je wel weer proberen te vangen dan. Nou, we hebben straks genoeg Buizeltjes, jongens. Dat wel. Battle. Ga jij aqua jet doen voor mij? Oh, deze is level 4. Ja, deze is intens. Oké, kom op, Shinx. Je HP is niet oké. We hebben hem paralyzed. En zo te zien gaat hij ook niks doen. We zijn te goed, jongens. Oh, daar is Wurmple. Ik word afgeleid. Ik word continu afgeleid. Kijk, daar is Wurmple. Let's go. Ik wil jou vangen. Wurmple! Nog een Wurmple! Dit gaat echt super snel, jongen. Heel nice. Oké, Akari, heb ik het gedaan? Ze zeggen, ja, je bent goed aan voor jezelf aan het zorgen. Hier heb je een reward. Je eigen crafting kit. Oh, kunnen we nu gewoon overal craften dan? Hebben we nu die werkbankjes niet meer nodig? Ja, nice. Nu kunnen we gewoon hier in het veld ook craften. Dus nu kunnen we gewoon pokeballs hier maken als mijn pokeballs op zijn. En potions. We krijgen het recept voor een potion. Daar heb je 1 Oranberry en inderdaad zo'n medicinal leak voor. Akari vraagt, hoe gaat je onderzoek nou? Gaat best wel goed. Tasks met unreported data 29. Hebben we al 29 dingen gedaan nu? En gaan we echt zo hard? En dan wie moeten we die reporten dan? Oh, we moeten aan professor Leventon even reporten als we dus research taken hebben gedaan. Maar eerst even deze berries uit de boom halen, Shinxie. Haha, apricorntjes. Oh, daarmee gaat Shinx ook omhoog. Daarmee krijg je dus ook XP. Oh, wat nice. Oké, we gaan eventjes naar de professor. Even al mijn taken inleveren, want het zijn er nu nog meer geworden. Want we hadden net een taak voor Wurmple gehaald. Yo, man, ik heb allemaal taken gedaan, vriend. Leventon zegt, oh, dat is een crafting kit. Nou, dan heb je goed naar Akari geluisterd. Goed werk, jongen. En nu gaan we even wat uitleggen over reports en rewards. Dus beloningen als je dingen hebt gehaald. Als je survey reports inlevert, krijg je geld. En hoeveel geld? Dat is gebaseerd op het aantal Pokémon wat je hebt gevangen. En je krijgt bonusgeld als je bepaalde Pokémon voor het eerst vangt. Hij gaat even checken hoeveel dingen we hebben gedaan. What? Oké dan. Deze hebben we gewoon nu allemaal al gevangen. We krijgen 2544 Pokémonies. Nou, dat tikt lekker aan. Dat is top. En hij gaat de Pokédex even updaten met nieuwe data. Je hebt dus research levels in je Pokédex en als dat op level 10 is, dan zeggen ze dat je Pokédex of de Pokédex entry van die specifieke Pokémon is dan klaar. En als je dat doet, krijg je dus weer Pokémon research punten en daarmee krijg je een hogere rank in het Galaxy Expedition team. Oh! We hebben die van Cyndaquil hebben we compleet. Kijk, we zijn hier level 10, dus je hoeft nog geen eens alles te doen. Als je gewoon een aantal van die dingen doet, dan als je dan op level 10 komt, dan is het compleet. Bidoof hebben we op level 9. Starly op level 8. Ah, kijk, we gaan best lekker. Nou, hier krijgen we dus punten van. En kijk, ja, nu zijn we denk ik een rank omhoog in het research team. Ja, we worden hoger in rank. Yay! Nou, dan moeten we terug naar de Captain Celine om even een ster te incasseren. Onze eerste ster, jongens. Lekker! Ik heb trouwens nog net de taak voor deze mevrouw niet klaar. Zij wilde een complete Pokédex-registratie zien van Starly. Maar
Die is nu precies level 9. Dus die heb ik echt nog net niet. Yo, Salim. Die wil even mijn Pokédex gaan beoordelen. En Salim zegt, ah, je hebt progressie gemaakt. Je hebt een ster verdiend. Nou, dankjewel. Dit voelt zo goed. We hebben de eerste ster in het Galaxy Expedition Team. Hoppakee. Ik denk dat we binnen no time 10 sterren hebben. Oh, we kunnen nu Heavy Balls gebruiken. Pokémon tot level 20 zullen mij nu gehoorzamen in een battle. En we krijgen betere beloningen. Meer recepten om te craften. Dus we kunnen nu ook Heavy Balls zelf gaan maken. En we kunnen revives maken. Heerlijk, dan kunnen we onze Pokémon reviven. Celine zegt, de vreemdeling die uit de lucht viel, heeft toch best wel wat talent. En die werkt lekker hard. De meeste mensen die willen gewoon dat dingen simpel zijn. En hoe je zeg maar je ranks behaalt is ook gewoon simpel. En misschien... Ondanks dat jij op je bakkers bent gevallen uit de lucht, gaan de mensen hier in Jubilife Village je misschien wel accepteren. Hoe meer sterren, hoe beter. Hoppakee, en deze missie is ook weer geslaagd. Moeten nu lekker gaan eten. En dat doen we natuurlijk met mijn maten. Met de professor en met Akari. En de professor zegt, mijn jongen, goed gedaan, je eerste ster. Maar er is nog genoeg te doen. En je hebt toch een request gedaan bij Beauregard? Ja, die heb ik gedaan, ja. En Akari zegt, ja, de mensen die zijn hier niet zo bekend met Pokémon. Dus iedereen wil graag je hulp. Ja, dat ga ik doen. Ik ga al die requestjes doen, joh. Akari zegt, en daarover, misschien dat Rickardju wel iets voor mij kan gaan doen. Omdat ik nog niet zoveel skills heb met het battelen van Pokémon. Ah, zij heeft zelf een request gekregen van iemand anders. En die wil ze nu lekker doorspelen naar mij. Ja, dat is helemaal goed, joh. Dat ga ik wel voor je doen. Maar dat gaan we morgen discussiëren. Want nu gaan we lekker een hapje eten. En gaan we straks lekker slapen. En morgen weer een nieuwe dag. En dit is wat er gebeurt. De volgende dag. Dus, Akari heeft inderdaad onze hulp nodig. Komt helemaal goed, joh. Ik ga het fixen voor jou. Alles wat je nodig hebt, geen probleem. En Akari gaat op ons wachten bij de traininggronden. Dus waar we kunnen trainen. Dus waarschijnlijk gaan we meer leren over battles. En in de volgende aflevering gaan we lekker kijken wat we daar moeten doen. Ik vind het nog steeds echt super vet. Als je het ook vet vindt, doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en knal dat belletje aan, want dan mis je geen enkele video. Tot de volgende. Mazzel!